Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloopwarenhuis Vindingrijk, GCC Breda, Citroën Van Beek en de Party Express Breda. Goedenavond. We zijn vandaag in het Kielergat. Het duurt nog een weekje voor het feestgedruis echt gaat losbarsten. En vandaag zijn we te gast op niet zomaar een feestje. We zijn bij de Mes in Breda bij het jaarlijkse bierproeven. De vier leutvorsten van Breda die komen het bier goedkeuren voor de komende carnaval. En wij nemen je even mee naar binnen. Ja, we staan hier binnen in de zaal in de Mes in Breda. Nu nog leeg. Naast de hoofdverantwoordelijke vanuit de InBev, Laurens Klep. Goedenavond. Een bijzonder goede avond en hartelijk welkom, hè, dat jullie ook willen langskomen op ons bierproeven. Nou ja, heel erg leuk dat wij aanwezig mogen zijn, want het is eigenlijk altijd een besloten gebeuren. En dan is het toch leuk dat we een keer natuurlijk met de kijkers thuis aanwezig mogen zijn bij dat bijzondere bierproeven. Ja, klopt. Het is inderdaad een besloten gebeuren. Alle hoogheden van de stad Breda en de dorpen eromheen nodigen wij uit om te komen. Ja, en helaas is dan de mes te klein om nog heel veel andere mensen uit te nodigen. Maar ja, de prinsen en de hoogheden van de stad komen het bier proeven en zorgen dat het goedgekeurd is om met carnaval te schenken. Proeven, want proeven doe je met bier lekker achter in de tong, dus je moet het doorslikken. En als ze het goedkeuren, dan kunnen we volgende week volle bak los in alle cafés voorzien van het grofselijk vers. Voor alle kielergatters thuis, hè. Was nou het ultieme geheim van een goede carnavalspilske? Een goed getapt, lekker glasje, heerlijk met een mooie schuimkraag waar je in kan happen. Nog één minuut, Tom. Nog één minuut, ja. We zullen het kort houden, hoe is het? Ja, lekker, we hebben er zin in. Voor hoeveel jaar doe ik het eigenlijk al? Ik denk 16 of 17e keer. Dus ga je het echt nog de oude tijden in het ketelhuis mee mogen maken? Zeker, want de koperen ketels, dat waren mooie tijden. En dat is ook een beetje het gebeuren wat ik blijf herdenken. Hè. Ieder jaar een ander jaartal, een ander motto. En tegenwoordig doen we dat op een moderne manier. Ja, wel heel mooi dat zo'n traditie in ere wordt gehouden en voort blijft zetten. Zeker, daar blijven we gewoon mee doorgaan. Zolang Ab InBev dit een warm hart toedraagt, willen wij dat zeker blijven doen. Hé, hey, één vraagje, want jij bent er ieder jaar bij. Hè? Maar wat is nou het geheim van een ultiem goede carnavalspilske? Een goede pilske. De temperatuur is belangrijk. Het moet goed getapt worden. En ja, als het kan uit de glasken, maar anders in een plastic bekertje, dan sneller drinken. Dan is het ook goed. Oh, sneller drinken? Sneller drinken dan. Ja, dan moet er iets meer drinken om het goed te proeven. Ja. Ik heb net een verse 2019er. En ik zie dat jij een eerste slok genomen hebt. Ja, hij smaakt naar meer. Hij smaakt echt heel goed. Was voor jou nou een ultiem carnavalspilske? Een kouwe. Met een schuimkragersje erop. Dat is wel een kleintje, hoor. Dat is wel een kleintje. Ja, daar komt de rest hangt aan mijn lip, hè. Taagje, hoe is het? Ja, goed. En heb je het goedgekeurd? Ja, hij is zeker goedgekeurd. Ze hebben hem inmiddels alweer gevuld, zie ik wel. Ja, ik zie dat jij al een eerste slok al hebt genomen. Ja, ik kan niet achterblijven. Ik moet wel meedoen, hè. Wat is voor jou nou een ultiem carnavalspilske? Nou, ten eerste moet hij al mooi blinken. Dat kraagje heb ik er al afgehaald. Dat is niet zo heel belangrijk, dat is er al af. Dat hangt al aan jouw lippen. Ja. Maar hij moet smelten in je mond, hè. De aroma moet je voelen, hè. Die moet je voelen. Dus als het aan jou ligt, dan kennen we van start met carnaval. Oh ja, als het aan mij ligt wel. Ja, zeker. Het bier is goed. De kapellen zijn goed. De prinsen zijn goed. We kunnen er tegenaan. Hoe is het? Ja, uitstekend. En dan ga je het eerste glas nieuwe bier al op. Ja, en ik zou je vertellen, die wou ik in één keer leeg drinken. Maar ik keek naar de rest, ik heb het maar niet gedaan. Dus ik heb ervan genoten, zeg maar. Het smaakte echt naar meer. Ja, dat smaakte echt naar meer. Was nou voor u als hoogheid de ultieme smaak van het bier deze carnaval? Ja, dat moet fris zijn, dat moet koud zijn. En het moet naar meer smaken. Het moet gewoon naar meer smaken. Nou, we hebben zojuist het bier goedgekeurd voor de komende carnaval. En ik kan zeggen, het is een heerlijk pilsje. Dus beste Kielergatters, we zijn er klaar voor. Hoor. En waarom is dit nou het carnavalsbier van 2019? Het smaakt heerlijk. Het is lekker koud. Het glijdt lekker weg. En volgens mij worden er nooit dronken van. Oh, dat is positief. Dat is positief, zeer zeker. Jij gaat de carnaval helemaal doorkomen, dat gaat helemaal goed komen. Ik ben er helemaal klaar voor, ik heb er onwijs veel zin in. En ik zou zeggen,
proost, beste kiezergat. Leuk hé! Leuk hé! Hoe is het? Ja, leuk hé! Hey, smaak het nieuwe bier een beetje. Dat betekent... Dat heb jij nog niet geproefd dan? Ik heb nog geen tijd gehad om te proeven. Op het podium van Rotterdam hebben we nog twee extra hoogheden naar boven geroepen. Dat smaakt naar meer, dat smaakt naar meer. Wat is nou... Het smaakt goed, het smaakt naar meer. Wat is nou volgens jullie het ultieme carnavalspeelske? Wat moet dat aan voldoen? Het moet in het glas zitten. Wij drie bij elkaar zijn. Ja. En wij drie bij elkaar en dat goed wegdrinken. Dat is belangrijk. Heel belangrijk. Dus, wat jullie betreft is goedgekeurd voor deze keer. Nou, is het goedgekeurd jongens. We gaan even proeven. We zijn met z'n drie. We gaan even proeven. Het is goedgekeurd. Het is goedgekeurd. Mannen, tot mee carnaval, hè. Is jongen. Hey Tommy, ja, hartstikke lekker, hè. Het is weer goed. Het carnaval begint weer. We zijn er weer helemaal klaar voor. Als we van de partij mogen zijn, zijn we in ons element, hè. Nou, eigenlijk niet. Nee? Nee. Wat dan? Nee. Het partijken is gewoon helemaal niks. Het is gewoon het grote gevolg wat er bij elkaar hoort. De saamhorigheid, de gezelligheid, de verbroedering. Ook daar, zeker in Giegeldon is dat natuurlijk helemaal top, hè? Ja, en we zijn hier de week voor carnaval bij Café Parkzicht in Breda in het mooie Kielegat. En we zijn vanavond uitgenodigd bij de opening van het consulaat van het Leste Ogenblik. Monsieur Le Baron en gevolg hebben dit benoemd als hun consulaat. En wij gaan samen met jullie een kijkje nemen. Boemen! Ja, ik zweef van me op zo'n stoppenreef. Maken Paris zich nou tot het consulaat van het Leste Ogenblik? Nou, daar gaat er heel verhaal achter schuil, maar dat wil ik jou verder besparen. Het is gewoon een geweldig thuiskomen voor ons. In Breda zijn wij gewoon hier van harte welkom. Corné, hartstikke bedankt. Want het consulaat is eigenlijk jullie plekskast Leste Ogenblik op het Kielegats grondgebied. Zo moet ik dat een beetje zien. Nou, dat is inderdaad heel netjes verklaard, ja. Ja, precies. Dat is het een stukje Breda, wat wij als Schinnekenezen in ieder geval als thuishaven hebben. Nou heb ik me altijd al wat afgevraagd, want ga je het altijd dat mooie pakje aan van het Leste Ogenblik? Ja. Maar wat is nou jouw functie bij het Leste Ogenblik? Ik ben jonker. Zeg maar meer de vlegel in het gezelschap. Ja, en we staan hier natuurlijk bij Monsieur Le Baron. Hey, leuk om een uitnodiging te hebben gehad bij de opening van jullie consulaat. Ja, dat is altijd een speciaal momentje. Het is nu nog grondgebied van Prins Daan. En direct gaan we hem openen. En dan is het van mij. Oh, dat is een echt officiële plechtigheid. Ja, we gaan hem echt openen. En dat gaat dadelijk gebeuren. En dat doe ik samen met Prins Daan en de uitbater van het kroegje, Corné. En ja, dat is een officieel momentje. En dan eigenlijk is het zo dat dan dit grondgebiedje van Parkzicht wordt toegekend aan u als baron met het gevolg van het Leste Ogenblik. Ja. Gedurende carnaval mag ik hier vrij bewegen. Het is gebruikelijk dat als ik op het grondgebied van Prins Daan of een van de andere hoogheden kom, dat ik dat vertel. Alleen hier mag ik komen wanneer ik wil. Dus dan heeft u eigenlijk een soort uitvalbasis ook op Kielegats grondgebied? Ja, precies. En Prins Daan heeft een uitvalbasis in mijn dorp. Op de play met Sanseveria TV. Hoppa! Op de pot zitten. Even lekker zitten. Hey, jullie zijn... waarom hier? Omdat dat gezellig is in Breda voor 11-11. Want jullie komen niet hier vandaan? Nee, uit Etten-Leur. Maar is Etten-Leur niet gezellig dan? Nee, niet zo gezellig als hier. Oh, oké. Nee. En hebben jullie nog vanuit Etten-Leur een hele grote of een kleine boodschap voor Breda? Voor de Sanseveria-kijkers? Nou, dat weet Romy wel. Ja. Iedereen moet gewoon naar Breda komen om hier te komen carnavallen. Nou, dat vind ik een goeie. Boodschap, toch? Ja, wij hebben hier een grote kielegatter mee, een van de allerkleinste kielegatters, denk ik. Ja, en dat is een verbroederingsbaby, hè? Wist je dat al? Nou, leg het eens even uit voor de kijkers. Nou, wij vinden het heel... wij willen altijd verbroederen. En dat betekent dat je van stichtingen... dat je dan een relatie begint. En dan kan dit als gevolg eruit komen. Dus dat is eigenlijk een soort mengelmoesje tussen het taagje...
Ja. En Kielegat. Oh, je ziet het niet op zijn rug? Nee, en Kielegat. Inderdaad, dat klopt. Ja. Och. En dan wordt gewoon met de paplepel ingegoten, hè? Ja, hij gaat meteen mee, hè? En hij vindt het ook gezellig, hè? Ja, toch? Hij vindt het hartstikke gezellig. En hij hoort alles nog eens extra goed met die koptelefoon. Ja, je moet wel een beetje zijn oortjes beschermen, hè? Dat klopt, dat vind ik ook. Hé, en dan ga je nog een leuke boodschap voor de Kielegatters. Ja, jullie moeten allemaal gewoon een lekkere feestje bouwen. En hou het gewoon gezellig. Zonder al te veel ruzie. En nou komt de kleinste boodschap van vandaag. Ja, die moet op het potje toch? Die moet op het potje. Ik kreeg vandaag een kaartje met de groeten van het meisje dat ik laatst ontmoette. Die avond zal ik nooit meer vergeten, Marian, dat mag jij. Ja, lieve mensen, wij zijn natuurlijk vandaag heel de dag om tour in het Kielegat. En dat hadden wij nooit kunnen doen dankzij deze twee kanjers van mensen uit Kielegat. En de eigenaren van de Party Express, Jean-Paul. Marie-José, ja, wij zijn trots op jullie. We zijn heel blij dat jullie dit met ons hebben willen doen. Heel graag gedaan. Ja, super veel liefde en plezier. Hey, maar nou heb ik me eigenlijk laten vertellen dat jullie ook nog met de carnaval op route zijn. Ja, zeker ze weten. Dat gaan we doen op vrijdag, zaterdag en zondag. Gaan we met de partybus rondrijden. Dus dat doen we gratis. Iedereen kan instappen. We hebben... Komen wij. We komen overal, door heel Breda, om te pakken, zeg maar, Brabant Park beginnen we. Daar beginnen we met rijden. We doen een keer op de haven, station Breda, Hoge Vught. Noem het maar op, plekken zat eigenlijk. En we eindigen bij ons café, Café Ambiance. Dat is eigenlijk het laatste stop die we doen. Alles gezellig natuurlijk om te komen. Dat is vol een bak ambiance. Vol een bak ambiance, inderdaad. Ja. En natuurlijk, wat ik zeg. Nee, maar dan kost het gewoon niks om mee te rijden. Nee, en je moet alleen de pilsje betalen. Alleen eigen pilsjes voor de eigen, inderdaad. Ja, 2,70 in de stad doen wij niet aan mee. Het is gewoon 1,50 euro. Wow. Voor 1,50 euro en een lekker pilsje in de partybus. En ik moet zeggen, uit ervaring vandaag, dat je zult gezien hebben. Ja, het is gewoon geen bus, het is gewoon een rijdende kroeg. Het is gewoon hilarisch. Dus ik zeg, stap gewoon lekker in met carnaval. Het is gratis. Je kunt lekker feesten zolang dat je zelf wilt. En denk je van, ik ga eens een durfje verderop kijken. Dan kan het ook, dan stap je net zo goed gewoon weer uit. Iedereen is welkom. Nou, hey, Jean-Paul, Marie-José, wij gaan zeker een keer instappen bij jullie met carnaval. Dat lekker stik gezellig. Weet je wat nou leuk is? Ik vind wel dat ze sowieso in het café toch wel iets moet hebben staan voor het raam. Jawel, hè? Dat vind ik ook. Ik ga even busken in. Dat gaan we zelf regelen. Ja. Dat vind ik leuk. Dat weet ik nog. Maar ik net een heel blad om het dienst, dus ik weet niet wat het was. Dus vandaag ben ik benieuwd wat hij ging halen. Jawel, daar zijn we. Daar is hij hoor. Speciaal voor jullie natuurlijk. We zijn van San Severia TV, ook een prachtige San Severia. Voor in de bus, hè? Ja, voor in de bus. Die zetten we in het voorraam bij de bus. Zetten we weg. Heel lekker allemaal. Goed zo. Ja, ik hoef er niet voor te zorgen. Het is gewoon weinig water geven, een beetje bier. En verwaarlozing doen wonderen. Maar hij houdt ook wel van een partybus, dus dat komt helemaal goed. Dat komt goed. We hadden ze vanmorgen meegenomen toen ik de blaren nog een beetje slap, maar ze zijn gewoon in jullie bus gaan staan. Zo gezellig. Ja, sta recht. Ja, inderdaad. Hey, we willen jullie nogmaals heel erg bedanken. Ja, graag gedaan. En ik zou zeggen, mee carnaval in het Kielegat, ga een gezellig ritje maken in de partybus. Yeah. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Intratuin Breda, Kringloop Warenhuis Vinding Rijk, GCC Breda, Citroën van Beek en de Party Express Breda.